Colruyt Group ontwikkelde Liquid Ice voor zijn koelkarren. Dat is een duurzamer koelmiddel op basis van waterijs en ethanol. Het is een eigen innovatie. De R&D-afdeling stelde de technologie op punt en ontwikkelde ook een nieuw soort koelkar, de Liquid Ice Container of LIC. Het grote voordeel van onze nieuwe karren is dat ze de producten langer koud houden, tot 48 uur. En dat het binnenvolume ook ruimer is dan de huidige karren, waardoor we dus flexibeler en efficiënter kunnen werken. Deze nieuwe manier van koelen heeft ook een aanzienlijk lagere impact op de klimaatverandering. Wanneer de kar terugkomt in het distributiecentrum, is het ijs volledig afgesmolten. En dan gaan we het hier ter plaatse terugverwerken tot vloeibaar ijs. Op die manier is het een volledig gesloten cyclus. Bovendien is het ook een CO2-vrije technologie. Momenteel worden er al meer dan 600 koelkarren gebruikt. Het doel is om op termijn alle karren in alle winkels van Colruyt Group te vervangen.